Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor de start van seizoen 3. En zoals je hier ziet gaan wij niet met Mercedes motoren rijden, maar met Ferrari motoren. We gaan de switch maken naar de geduchte tegenstander. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En dit is de nieuwe auto. Ik vind hem heel erg gaaf. Rood, wit, blauw zit erin verwerkt. De Nederlandse vlag is het eigenlijk, maar dan op de auto. Hier dan ook de teamkleuren van de pakken. Heel erg mooi. Het ziet er wel heel vet uit, vind ik. 16 races. En ik denk dat we het gewoon de standaard kalender gaan aanhouden. De instellingen zien jullie hier. En de AI gaat naar 95. Naar Legend. Dus dat belooft nog wat. Vooral in Vietnam, Suzuka en Monaco. Dat kan wat lastig worden voor onszelf. Maar dat geeft helemaal niks. De tijdlijn kunnen we hier dus opvullen. En dan is het zometeen door naar de onthulling van de nieuwe auto in seizoen 3. Kimi Räikkönen is weg. Die heeft de sport verlaten. Volgens mij maakt Nobuharu Matsushita. Hij maakt zijn debuut in de Formule 1. Interessant. En seizoen 2 dus goed afgesloten met 2 overwinningen. Onze beste seizoen tot nu toe. Hopelijk kan seizoen 3 daar wat verandering in brengen. As we continue to increase our acclaim, more potential partners become willing to work with us. We can now approach an additional sponsor from the corporate tab. Oh gaaf. Oh vet. We kunnen nog een sponsor erbij pakken. Dat gaan we zeker doen. Wat betekent meer geld voor ons team als we die doelen halen van de sponsoren? Dat zou wel gaaf zijn. We moeten er gewoon eentje uitkiezen die het beste bij ons past. DSB Optics, dat vind ik een goeie. Moeten we ook even de sponsor gewoon toevoegen. Kijk maar, want op de neus staat helemaal niks. Dus daar gooien we een aantal sponsors op. Even de kleur aanpassen naar rood. Dat staat wel mooier, vind ik. Want die sponsoren, die zorgen voor inkomsten. En als wij de sponsors niet op de auto zetten, dan hebben we een groot probleem. We moeten even zorgen dat die mooi zichtbaar is. Jazeker, die is mooi zichtbaar. Want we moeten van helemaal van voren af aan beginnen. Met een nieuwe auto, met een nieuwe motor, met een nieuwe hoofdsponsor. En dus een nieuwe kalender. We beginnen dus gewoon weer in Bahrein, zoals de voorgaande 2 seizoenen. Ik hoop dat ik dit seizoen af kan maken. En daar bedoel ik mee dat we dan op weg kunnen naar seizoen 4. Maar als het niet lukt, dan wordt dit seizoen het laatste seizoen van F1 2020 My Team Career Mode. We moeten gewoon even kijken wanneer de career mode is voltooid en of we daar nog genoeg tijd voor hebben voor een volgend seizoen. We zijn dus weer terug bij het oude met een nieuwe livery, een nieuwe motor en een nieuwe kalender. En dan gaan we ons gewoon opmaken voor de allereerste kwalificatie in seizoen 3 in Bahrein. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1 in Bahrein.
met dus de nieuwe auto. En dan gaan we gewoon kijken, ja, waar we dan staan. Of we door kunnen komen naar Q2. Want in seizoen 2 hadden we daar nog, ja, volgens mij af en toe wel wat lastig dat dat voor ons werkte. Ook voor mijn teamgenoot George Russell. Die had het niet zo denderend gedaan vorig seizoen. Dus hij krijgt dit seizoen een herkansing. En als hij niet presteert, dan gooi je hem eruit. Net als wat er is gebeurd bij Louis de Letras in seizoen 1. Understood, stopping this lap. Het is een P6 in Q1 en dat is niet goed op dit moment om door te kunnen komen naar het tweede deel van Q1. Dus ik heb er een nieuw setje soft op laten monteren. En dan gaan we gewoon kijken wat dit rondje ons gaat opbrengen. Ja, dat komt goed, Jeff, want we zitten 2/10 onder onze tijd. Dat is heel goed om te zien. 1/10 onder de tijd van Romain Grosjean en die staat op P17. Q1 zit er alweer bijna op. Groen in sector 1, groen in sector 2. Het is een P7 met een 1.25.8. Dat is voldoende voor Q2. En ik ben pas heel laat de baan opgegaan, ja, om op dit setje mijn rondje te rijden. Dus dit is een alles of niets poging om door te kunnen komen naar Q3. Vettel op P12 laat een 27.8, geen 1.27, maar een 27.8 noteren in sector 1. Wij zijn 2/10 sneller, een 27.5 noteren wij. De vlag hangt over een paar seconden uit in Bahrein voor Q2. En het is een P2 op 2/10 van Valtteri Bottas. Dat is heel goed. Q3, onze laatste, ja, run eigenlijk. En we staan op P10 met nog geen tijd, maar er kan nu een verandering in komen. Hopelijk wordt het de pole position. En zo niet, ja, dan hebben we gewoon ons best gedaan. Blokkeren naar de run van bocht 1 toe, dat heeft ons wat tijd verloren, helaas. Charles Leclerc een 1.25.7. Q3 zit er alweer bijna op. De jongens achter mij zijn nog, ja, aan het verbeteren. Dus we moeten zometeen kijken waar wij staan na dit rondje. En het is de pole position met een 1.25.2. De pole position tot nu toe gepakt, maar Verstappen, Bottas en Albon zijn sneller gegaan. We staan er, ja, binnen 4/10 van Max staan we ongeveer. Dat is heel goed. En de top 9 binnen een seconde van elkaar. Dus dat veld is ontzettend klein en wij hebben het maar met één setje soft gedaan. Dus dat belooft nog wat. We starten vanaf P4. In de allereerste wedstrijd van seizoen 3. We zijn er klaar voor de wedstrijd in Bahrein voor carrière aflevering 21. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round 1 of this year's Formula 1 World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. We'll be right back.
Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Albon, the Professor, Pierre Gasly, and Sainz. Norris, Leclerc, Stroll, and Esteban Ocon, Hamilton, Ricciardo, George Russell, and Kvyat, Perez, Vettel, Romain Grosjean, and Kevin Magnussen, Matsushita, Latifi, Giovinazzi, and Nyck de Vries. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix... Soft, medium, medium is de strategie voor de wedstrijd. Geen regen gelukkig verwacht. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen in Bahrein. En dan gaan we gewoon beginnen voor de eerste ronde van seizoen 3. F1 2020 My Team Career Mode carrière aflevering 21. Is onderweg en we komen heel goed weg. Bottas, Verstappen, Albon al gelijk verschalkt. We hebben hier al een betere run naar de eerste bocht toe. We remmen Bottas eruit. En de leiding al veroverd van P4 op de grid naar P1. Een hele goede start. Beter dan in Oostenrijk. En beter dan in Brazilië vorig seizoen in seizoen 2. Maar dit is heel goed en nu kunnen we het tempo van de wedstrijd gaan bepalen. Paars in sector 1, dat is goed om te zien. Achter ons rijdt dan Valtteri Bottas. Daar hebben we Pierre Gasly in ronde nummer 5. Hij zit te kijken voor een aanval voor de leiding. Want Albon... is volgens mij naar binnen gedoken, weet ik niet zeker. Perez, sorry, Gasly valt daar aan. Geen Perez, Gasly is naar P1. We vallen hem hier terug aan, raken de Fransman. Maar het mag allemaal. Dat is heel goed. En we gaan dus in ronde nummer 6 naar binnen. Voor onze pitstop Verstappen zet een 1.28.9 neer. Hij is dus naar binnen geweest. Samen met Alexander Albon. Die rijden stijf achteraan. Dat kan je zien op de minimap. Gasly zit te kijken. Maar kan niet aanvallen. Gelukkig maar. En we gaan dus naar de medium band. Daar komen we dan dus aan bij de pit lane. Heel veel jongens gaan door. Hamilton is op medium gestart. Interessant. ...2,4, een matige pitstop. Maar ja, better be safe than sorry, dat is het gezegde, of dat leidt het gezegde. Het team heeft gewoon een veilige pitstop uitgevoerd, wat ik ook begrijp. We komen voor Verstappen namelijk de baan op. Die moet nog een keer naar binnen voor de medium band, volgens mij. En Charles Leclerc is naar P21 gegaan. En die heeft Alexander Albon achter zich. We zitten inmiddels in ronde nummer 8. Stroll, Gasly, Norris en Co duiken allemaal naar binnen. Verstappen doet een aanval voor P14. Maar wij verdedigen goed. Verstappen remde daar wel heel erg laat. Knap dat hij dat kan. Had ik niet verwacht van een AI. Maar ja, hij is dus verhoogd naar 95 in plaats van 90. En dat gaan we dus hele seizoen zo houden. Dus Vietnam en Monaco, dat wordt voor ons een hele pittige wedstrijd. Dat kan ik jullie nu al verklappen. Maar dat geeft niks. We moeten gewoon het beste van zien te maken.
Ronde nummer 9. Verstappen zit weer te kijken. Remmen wat later en hij kan er nog niet voorbij. Er zijn nog 20 ronden te gaan. Dus het schiet al aardig op. Hoop ik. Voor ons rijdt Nicolas Latifi. Die rijdt op de medium band. En Charles Leclerc op P14. Verstappen kan niet aanvallen, dat is heel goed. We zitten nu in de slipstream van Nicolas Latifi. Hebben DRS, gooien onze overtakenknop aan. We kijken naar de buitenkant. Remmen wat later dan de Canadees. En P11 is van ons. Mooi. En dit is ook heel gunstig. Want Latifi houdt Verstappen op, hoop ik. Ja, Verstappen kan er niet voorbij. Dat is heel goed. Groen in sector 1. 61.000ste sneller. Voor ons rijdt Antonio Giovinazzi. En daarvoor rijdt Romain Grosjean. Ronde nummer 12. En we zitten bij Giovinazzi te kijken. Voor een aanval, dat lukt niet. Het is daar geel. Lewis Hamilton valt uit. De safety car is op de baan geroepen. Dit is niet goed voor ons. Ja, en ze zeggen nu, ja, ga naar een andere strategie toe. Naar de harde band adviseren ze. Maar ik ga dat niet doen. Ik blijf gewoon buiten en zie wel waar het schip strandt. George Russell naar binnen gedoken voor zijn pitstop. Oeh, Giovinazzi blokkeert zijn rechterwiel. Hun duiken allemaal naar binnen toe. En wij gaan gewoon doorrijden in ronde nummer 13. En we komen als leider terug de baan op. En Russell is naar de harde band gegaan. Interessant. Waar is die safety car? Daar is die safety car. We rijden er per ongeluk voorbij. Iets te snel gereden. En nu moeten we het tempo van de safety car gaan volgen. Russell dus achter ons. Een 1-2'tje voor Schaven Racing. Dat is heel goed. En dat moeten we dan ook zo houden in de resterende 16 ronden van de wedstrijd. Ronde nummer 14, een ronde later. De safety car duikt naar binnen, zijn lampen gaan uit. Wij mogen dus het tempo gaan bepalen van de wedstrijd. En we doen het lekker kalm aan. Oké, de safety car is coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car is in the pit lane. We gaan het rustig aandoen. De banden zijn koud. De remmen zijn koud. Dus we moeten wat temperatuur zien te vinden. Ook in die remmen. Dat zijn we nu ook aan het doen. Ik ben hevig aan het slingeren om temperatuur in mijn banden zien te krijgen. Mijn achterbanden zijn koud. 76 graden. Dat is niet goed. En nu gaan we op ons gas en je merkt gewoon dat die banden nog steeds koud zijn, want ik had een momentje wielspin. We gaan weer racen in ronde nummer 15. Er zijn nog 14 ronden te gaan. En Russell zit in mijn slipstream. En dit kan nog wat moois gaan opleveren voor mijn teamgenoot als hij ons weet te verslaan. Maar wij willen graag die overwinning binnen zien te halen voor Schaven Racing. Dat wordt dan onze eerste overwinning van seizoen 3 die wij dan gaan behalen. En een back-to-back victory. Oftewel, we haalden de overwinning in Brazilië vorig seizoen. En winnen nu de openingsrace in seizoen 3. Dat zou wel heel mooi zijn als dat gebeurt. Maar Russell, Perez, Bottas en Kvyat zijn snellere auto's. Zijn ook snellere coureurs. En hebben snellere banden. Oftewel, versere banden.
onder een auto. Russell kijkt daar naar die binnenkant. Heeft de leiding veroverd, maar schiet daar wijd. Wij kunnen terugkruisen en weer de leiding veroverd. Ik ben benieuwd of deze banden het vol gaan houden tot het einde van de wedstrijd. Ik hoop van wel. Maar je weet het maar nooit. Gat naar Russell is 15e. Dat is nu 14e geworden. Eén uitvaller dus, Lewis Hamilton. Hij viel in leidende positie uit. En we gaan ronde nummer 16 alweer in. Russell zit te kijken. Maar het blijft alleen maar bij kijken. Dat is goed voor ons en slecht voor George. Ronde nummer 17. Russell kijkt daar naar die buitenkant. We geven net wat meer gas om die bocht voor ons te kunnen krijgen. En dat is ook gelukt. Het wordt nog spannend voor de laatste 12 ronden van de wedstrijd. De banden zien er nog goed uit op dit moment, dus dat is heel goed. Perez zit daar maar ook niet al te ver af. En Russell kan hier een aanval wagen. Kijk daar naar die buitenkant. Is er voorbij. Remmen wat later dan de Brit. Ik denk veel te laat. We duwen George daar wijd. En Perez heeft Russell verschalkt voor P2 in de wedstrijd. Kwiat heeft Bottas de grazen genomen voor P3. Sorry, voor P4 in de wedstrijd. Maar Russell verliest daar gelijk een plek aan Kwiat. Dus de Rus is goed op dreef. Ronde nummer 19 is het inmiddels. Perez zit te kijken voor de leiding in de wedstrijd. Kijk naar die buitenkant. We remmen wat later dan de Mexicaan. Bottas en Kvyat zijn naar binnen gedoken. Esteban Ocon rijdt nu op P4. Kevin Magnussen rijdt op P5. Wat zal hij blij zijn voor Haas? En wij moeten nog even 10 ronden lang zien te verdedigen van Perez en Russell. Rood in sector 1, 14e langzamer. Maar dat is helemaal geen probleem. Dat snelste race-rondepunt komt er ook gewoon niet. Daar maak ik me geen druk om. Daar maak ik me trouwens ook geen zorgen om. Ik maak me eerder zorgen om Perez en George. Dit doen we goed. We maken geen fouten. 50% zijn mijn achterbanden. Hopelijk houden ze dat vol met nog 10 ronden te gaan. En zo niet, dan was dat gewoon een verkeerde gok die we hebben genomen. Ronde nummer 21 is het inmiddels. Perez zit te kijken voor een aanval. Is er niet voorbij, want wij blokkeren zijn kant. We raken elkaar. En Perez is er niet voorbij. Zit nog wel op mijn staart. Kijkt naar die buitenkant. Hij raakt onze sidepod. En Perez heeft geen voorvleugel beschadigd. Dat is goed voor hem. En ook goed voor ons dat wij de auto niet hebben beschadigd. Russell zit te kijken voor P2 in de wedstrijd. Dus dat belooft nog wat. Ronde nummer 23 inmiddels. Russell heeft Perez te grazen genomen. Russell kijkt naar die buitenkant. We remmen wat later dan de Brit. We laten elkaar leven. En ze hoort het ook als teammaten. 64% is mijn linker achterband. 60% is mijn linker voorband. Dus laten we hopen dat die het heel gaan houden. Ronde nummer 24. Russell kijkt weer naar die buitenkant. Hij blokkeert zijn rechter voorwiel. We duwen hem daar wijd. En Perez kan daardoor profiteren. Vraagteken. Nee, Lance Stroll zet een 1.28.8 neer. En Russell verdedigt van Perez. Dat is heel goed. Dat is teamwerk. Er zijn nog 5 ronden te gaan in de wedstrijd.
ronde nummer 25. En George Russell gaat het weer opnieuw proberen. Gasly zit daar ook niet al te ver weg. Perez gooit een aanval voor P2. Wij kijken bij Russell. Wij verdedigen die P1 van George. En nog steeds de leiding in handen. Russell kijkt naar die buitenkant. We laten hem daar leven, want we duwen hem niet van de baan. Wel een beetje richting de curbstones. En die linker achterband is 72%. Ik hoop toch echt dat hij het vol gaat houden. En zo niet, dan is het gewoon een blunder van mijzelf om gewoon door te rijden. Russell kijkt naar die binnenkant. Dat is een hele gewaagde inhaalactie. We laten hem hier staan. Russell is er nog niet voorbij. Leuk potje knokken is het tussen mijzelf en teamgenoot George Russell voor de overwinning. Maar ik hoop toch echt dat George op P2 eindigt, want dat zou perfect zijn. Een droomstart hier in Bahrein. Daar kan dan ook Sergio Perez voor de leiding. Het is daar 3 wijd. We raken Perez. Perez raakt Russell. Maar we verdedigen sterk. Russell weer terug naar P2. Met nog 3 ronden te gaan in de wedstrijd. Rijdt nog steeds op die P3 rond. De banden zijn er gewoon aan. Kijk maar. Overtakenknop ingeschakeld. Maar we hebben helemaal geen IRS meer. Wij verdedigen van Perez. We laten Russell gewoon gaan. Remmen weer wat later naar hem toe. We moeten hem gewoon laten leven. Dat is het. Gasly naar P3. Nu is in één keer Sergio Perez naar P3. We moeten gewoon kalm aandoen. Dat is het. 79%. Dat is niet goed. 80% is die linker achterband. Russell valt daar aan voor de leiding. Heeft hem ook veroverd. En we moeten hem terug zien te heroveren van onze teamgenoot. Hij verdedigt die binnenkant. Ook Perez zit te kijken. Gooi je onze overtakeknop aan. We hebben niet zoveel IRS meer. We moeten in besparingmodus. We kijken naar de binnenkant van George Russell. Perez zit daar ook te kijken voor de leiding in de wedstrijd. Kalm aandoen. We moeten gewoon kalm aandoen. Dat is het. We laten Russell hier leven. Nog steeds een 1-2'tje voor ons team. Maar wie gaat de wedstrijd winnen? Wordt dat Perez? Wordt dat mijzelf? Wordt dat Russell? Wordt dat Albon of Kwiat? Wat doe je, George? Kijk daar gewoon aan de binnenkant. Terwijl ik die deur al dicht had gegooid. Dat is niet slim. We gaan zometeen de laatste raceronde in. Russell valt aan. Heeft de leiding veroverd. We remmen wat later dan de Brit. Laten hem hier leven. En we gaan als leider de laatste raceronde in van de wedstrijd. Dit kan nog heel spannend worden. En die linker achterband, 84%. Kijk, ook Alexander Albon doet gewoon mee. Russell verliest plekken. Daar gaat het podium van George Russell. Nee jongen, nee. Ah lekker, hij valt Perez terug aan. Maar dat is niet geslaagd. Albon gooit een aanval voor de leiding. Maar kan niet die positie zien te heroveren. Gasly komt in één keer uit het niets naar P3 toe. Viel daar Albon aan. En ik denk dat het voor Russell einde verhaal is. Och, wat jammer. Wat jammer voor George dat hij niet naar het podium kan. Maar dit wordt nog een hele spannende finale in Bahrein voor de leiding in de wedstrijd. Was dat er net even geel? Albon kijkt naar die buitenkant, maar dat lukt niet. We gooien onze overtakeknop aan. En zo te zien gaan wij die wedstrijd gewoon winnen. Met 85% tire wear aan de achterkant. Mijn hemel, hoe hebben wij dit kunnen overleven? We moeten niet te vroeg juichen, want Albon gooit daar gewoon een aanval. We raken zijn voorvleugel. We hebben een kapotte voorvleugel. Albon pakt de leiding met nog een paar meters te gaan in de wedstrijd. Gasly zit te kijken. Perez zit ook te kijken. Wat krijgen we nou hier in één keer?
remmen diep naar Albon toe, raken de Britse Tai, hebben een momentje overstuur. Perez zit daar te kijken, we knijpen hem hier af. Winnen wij die wedstrijd? Jazeker! Yes! Absolutely fantastic. It's a brilliant result. Well done. Hé. We winnen de wedstrijd. Ongelooflijk. Wat een spektakel. En dan gaan we ons gewoon lekker opmaken voor de volgende wedstrijd in Vietnam. A nearly flawless performance here then. And a commanding victory. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd. Perez naar P2 op 31.000ste. Alexander Albon naar P3 op 85.000ste. Gasly naar 4. Russell naar 5. Sainz naar 6. En volgens mij krijgt Perez driver of the day. Stroll pakt het snelste racerondepunt. En wij pakken de leiding in het klassement en de constructeurs. Dat is een goed begin, maar we zijn er nog niet. En dan zijn we gewoon weer lekker terug bij het normale. Dit was dus Gianan, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb jij genoten? Beloon het dan vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode video's. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ik ga verder in Vietnam.